alle toestellen worden hier bijna gebruikt. Dus alles? Alle speeltoestellen. Ik heb hier altijd gewoond. Kindvriendelijk hier op papier, maar je moet het ook laten beleven. We moeten iets doen met openbare ruimte, met de routes, de voorzieningen en wonen. Hallo, we zijn hier van de klimopschool en we zijn hier voor de mensen laten zien wat we allemaal willen voor onze buurtje, voor de kindvriendelijke wijk. Oftewel Kiwi. Ik heet Yusra. Muna. Esma. Leila. Ibrahim. Anthony. Jacob. En Sofien. Mijn naam is Ibrahim. Mijn naam is Sofien. We gaan een reportage maken. En we gaan twee wethouders rondleiding geven in de wijk. Wat voor werk doet u? Ik werk bij een ruimtelijk adviesbureau. En wij zijn gevraagd door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving om na te denken hoe we Rotterdam kindvriendelijker kunnen maken. Wat kan beter in de wijk? Nou, uit de tekeningen die de kinderen hebben gemaakt en uit de interviews die we met de ouders hebben gedaan, kan eigenlijk beter het Noordplein. De kinderen zeggen het is een mooi plein, maar als er geen feest is, kunnen we niet zoveel met dat plein. De route langs de Rotte kan veel leuker. Je kan een hele mooie speelroute langs de Rotte maken. En bijvoorbeeld als je op korte termijn betere woningen wil toevoegen aan deze wijk, zou je bij het oude gevangeniscomplex, daar wordt nieuwbouw gedaan, echt voor gezinnen kunnen gaan bouwen. Wat doen we? Ja, we kunnen hier zo vertellen aan de mensen dat in Nederland en in heel Rotterdam meer speelplaatsen en kindvriendelijke wijk moet komen. Waar gaan we straks naartoe? Naar het achterparkje, naar Noordsingel, naar de binnentuin van onze school. Waar gaan we het over hebben? We gaan het straks over hebben over de kindvriendelijke wijk. Het is geweldig dat we als stad deze mooie nota hebben, maar dat doen we eigenlijk natuurlijk voor jullie. Dus jongens, alsjeblieft. Nou, hou eens even op. Dat de buurt gezellig blijft en dat het ook wordt. Ja. Ja. Grotere voetbalveld. Hey, daar gaan we werk van maken. Nou, dank jullie wel. Veel plezier met jullie speeltuin. Hoe heet u? Ik heet Erna. Nou, ik heb net dus het programma gepresenteerd samen met Vincent. En dat was een hele leuke samenwerking. We hebben verteld wat de visie nou eigenlijk inhoudt. En dat ze dus Rotterdam veel kindvriendelijker gaan maken. En dat is dus wat ik heb uitgelegd. Hoe oud bent u? Ik ben nu 13. 13. Dank u wel voor het interview. Ja, jij ook bedankt. Hallo, ik ben Sofie en ik wil een paar vragen stellen. Wat vindt u van deze buurt? Nou, ik heb hier altijd gewoond, Aalwijn Vloerstraat, dus ik ken deze buurt heel goed. Maar wat ik leuk vind, dat er dus eigenlijk, in de positieve zin heel goed verandert inderdaad. Maar leuk is dat het gewoon goed aansluit bij de woningen. Dus ik begreep net dat de tuin. Dus dat de kinderen daar ook gebruik van kunnen maken, maar ook de bewoners. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En je ziet gewoon dat het gewoon heel goed ingericht is met speeltoestellen. Die kinderen gebruik van kunnen maken. Maar wat vind jij ervan? Ik vind het goed, ik vind het mooi. We gaan naar het schoolplein, heb ik begrepen. Er is een klein voetbalveldje. Yeah.
Eerst was het een lelijke muur, maar toen kinderen hebben geschilderd. Toen heeft de kunstenaar het verbeterd en precies dezelfde tekening geschilderd hier op deze muur. Dat is leuk geworden. Ik ben Riet van der Werf en ik ben de ontwerper van dit plein. Hoe komt u aan deze plannen? Wij komen aan deze plannen. We hebben gepraat met de school en met jullie. En we hebben toen gehoord wat jullie graag zouden willen. En dat waren heel veel verschillende dingen eigenlijk. Niet alleen een voetbalveld, maar ook basketballen. Dingen waar je kunt springen, waar je rond kunt draaien. En dus een mooie tekst op de grond. Een gedicht wat een van jullie heeft gemaakt. Dus we hebben geluisterd naar wat jullie gevraagd hebben. En we hebben erover nagedacht hoe je dat zo mooi mogelijk zou kunnen maken. Kinderen, zijn jullie tevreden? Ja. Allemaal ja, zeg. Ja! En waarom? Het is leuk en mooi geworden. Het is leuk en mooi geworden. Dankjewel voor het interview. Heel graag gedaan. Heel veel plezier. En ik zie hier dat er een ongelooflijk mooi schoolplein is. Want het is niet alleen een schoolplein waar je in de pauze kan spelen, maar dat je ook 's avonds kan spelen. En dat er ook veel op gevoetbald kan worden. En dat vind ik natuurlijk heel goed, want ik ben van onderwijs en sport. Dus ik zie hier dat jullie hier naar school gaan en ook nog kunnen sporten. Maar wordt er ook veel gevoetbald hier? Bij ons wordt er vaak gevoetbald. Ja, vaak. Maar altijd bijna. Ook al regent het en zo. Ja, maar alle toestellen worden hier bijna gebruikt. Dus alles speeltoestellen. Ja. Hebben jullie nog een vraag aan mij? Ja, is goed. Ja, ik heb wel een vraag. Wat we allemaal nu hebben verteld, begrijpt u hoe leuk we het hier hebben? Nou, ik zie dat jullie het ongelooflijk naar je zin hebben en dat jullie er ook ongelooflijk trots op hebben. Dus volgens mij moeten wij dit ook in andere wijken gaan doen. Want ik vind dat alle kinderen in Rotterdam een leuk plein verdienen. En ook vooral een leuke school. Dank u wel. Hey jongens, ik vond het geweldig. Dank je wel voor die rondleiding. Dank u wel. Hey, tot ziens. Hoi. Dit was onze reportage. Tot de volgende keer. En we vonden het heel leuk. En tot de volgende keer. Doei. Doei.